Dus vandaag ik Sims vandaag weer verder met de nieuwe Assassin's Creed deel 24, dacht ik. En vandaag gaan we verder waar we waren gebleven. Vorige keer was het me niet helemaal gelukt om dit af te maken. Dus hij duurde al een beetje lang. Dus ik dacht gewoon, weet je wat, ik ga het gewoon nog een keer. Ik ga het niet nog opnemen, dan doe ik het maar opnieuw. Dus toen heb ik besloten om het maar opnieuw te gaan doen. Althans opnieuw, het in de volgende aflevering. In ieder geval, als we dat doen, dan zijn we gesnapt. Nee. Ontdekt. Oké, we zijn ontdekt. Oké, die andere man, die dikke, die moet dood. Gewoon klaar. Maar waarom kies ik onder? Waarom kies ik niet persoon? Oh nee. Hey, stop. Holy shit. Boom, deze heb ik. Zo, kijk, dit is. Dat is ook een soort van laddertruc, alleen dan zonder ladder dit keer. Ik kan hun zien, maar hun mij niet. Dat is wel mooi op zich. Wacht, ik zal even de timer aanzetten. Stop. Start. Zo. Die staat aan. Oké, dit was wel een betere dan de vorige keer. Want nu ga ik niet dood en daarnet ging ik steeds dood. Kunnen we die raken? Kunnen we hem hitten? Nee. Ja, jullie zien mij niet, maar ik zie jou wel. Nee, ik zie jullie. Ja, ik kan het toch niet zien. Nee, ik ben ze niet kwijt. Ik zie ze daar zo. Oh, ik ben ze toch niet kwijt. Kom op. Damn it. Laten we nou niet zo stom gaan doen. Laten we gewoon hidden blade. Klaar. Het waren moeilijk als het gewoon zo. En dan zo. Dan als we ze maar zien. Waarom lopen we niet verder? Nee, daar kan ik niet bij. Oké. Achtervolgens missies ben ik in ieder geval nooit zo goed. Dat zal ik eventjes erbij vertellen. Dat je niet doet. Oké, dit gaat beter. Ik denk dat ik het nu tenminste haal. Dan kunnen we de Commodore doden. Wel, ik ga vast vooruit lopen. Ik ga vast hier zitten. Minder tijd. Nee, hem killen we niet. Hebben we nog een slaapboutje? Nee. Wat was dit? Nee, dat was van dat ene eiland. Dus
pistolen erbij, eventjes een reloadje. Nee, wat doe ik? Nee. Oké, nu kan ik Chamberlain dus vermoorden. Deze, ja, ik ga hem vanuit de lucht vermoorden. Weet je, dat is dan weer 100% als het goed is. Wacht, escape, even kijken. Yep, dan hebben we 100%. Dat is best wel lang geleden dat ik 100% heb gehaald. Verkeerde ploeg even. Ik heb bijna nooit meer in de Assassin's Creed 100% gehaald met zo'n missie. Ja, met van die Templarsjacht, maar dat is gewoon zo simpel. Weet je, daar hoef je niet veel voor te doen. Weet je, iemand killen, klaar. Dit zijn echt van die belangrijke missies. Nu moeten we Commodore Chamberlain. Oké, als we hier omhoog klimmen. En dan is het doel. Beschiet elk piratenschip voor anker Noord-Laka. Oké. Okay. Ja, ik weet het alweer. Toen was die andere man, die had die ene... Ja, toen was een van onze bemanning doodgeschoten. Kan ik nu naar een andere via hier? Oké, dit is wachten. Oké, hij loopt. Dat is hem. Die middelste. Ja. Oh nee. Ze lopen daar rondjes, dus dan moet ik naar de volgende. Wacht, waar loopt hij nou heen? Oké. Via deze moet ik naar die andere toe. En dan gaan we dat eventjes snel doen. Dan gaan we heel simpel door touwen te lopen, gaan we richting een ander. Ja, nee, dit gaat goed. Nee! Ah, oh, damn it. Damn. Oh. Dat ging slecht. Dan moeten we wel weer opnieuw, maar dat boeit niet echt. Oké, als we dit keer in ieder geval via de middelste in één keer gaan, dan is het een stuk makkelijker. Als we via de middelste gaan, dan zijn we daar ongeveer omhoog als hij daar staat. En dan is het niet heel moeilijk meer. Kunnen we alvast Eagle Fishing doen? Ja, je ziet zelfs vissen daardoor. Wacht, kan je die neerknallen? Ja, als ik nu snel ben, dan kan ik in deze gaan klimmen. Dan kan ik naar de volgende. En dan is hij daar weer. Vanuit de lucht wil ik hem, hè. Dat is wel moeilijk. Verboden terrein, ja joh. Dat is toch verboden terrein. Shit. Hoe zijn we er? Ja, hoe kom ik hierop? Het lukt niet. Ja, via hier zo gewoon, denk ik dan. Ik denk dat dit de enigste optie is. Yep, dit is de enigste optie, maar wacht, we kunnen opzij. Als we nou zo ver opzij gaan tot we dat die tweede komen, dan schieten we hem gewoon zo door zijn hoofd en klaar.
zie je me toch niet. Sneller. Volgens mij als je op shift drukt gaat het ietsje sneller. Ietsjes zeg ik, hè. Oké, dit is volgens mij te hoog. Stop! Oké, ik denk dat we hem vanaf hier niet kunnen killen. Althans, ik denk dat het hoog is. Ik weet het niet zeker. Je hebt dus zeker weten hoog. Nu moeten we weer naar beneden, joh. Oké, upskate. Oh nee. Weer gewoon wachten. Wachten. Weet je wat ik doe? Ik ga nu snel naar die andere klimmen. Naar de andere kant van dit ding. Dan zal de Commodore wel daar zijn ongeveer als ik daar ben. Oké. Okay. Dan klim ik in deze. Ja. Yep. Got it. Oké, als we hem nu pakken, dan lukt het. Ja, yeah, we've got him. Yes, we hebben hem uit de lucht. He's given us a pardon, Commodore. Don't a man's word mean anything in these times? Has syphilis clouded your mind? Why scratch and claw to protect such squalor? Your parasites feeding off the industry of honest men. Much like King George in that respect. Know your place, peasant. You may have taken my life, but you have not improved your own by any measure. Does some purpose keep you talking? If not for that heathen, Governor Rogers, I'd have seen you hanged from your own cross trees. Worm. All of you. Yes, we've got him. 100% toch? Yes. En dan uit de lucht. 100%. Oh yeah, nice. Nou, we hebben heel vaak geen 100% gehad en nu wel. Boom, weg hier. Let's go. Upskay. Gewoon weg hier. Niet meer interessant dat schip. Adios. Nou mensen, allemaal bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Assassin's Creed. Volgens mij was dit aflevering 24 alweer. Het gaat lekker snel. Lekker veel al afleveringen vind ik. Volgens mij is dit... Ja, dit zijn de meeste afleveringen ooit in een serie. Dat is wel nice, Assassin's Creed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus laat dan vast een blauw duimpje achter. Willen jullie meer? Abonneer dan als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, tot de volgende keer. Laters!